ik er even bij komen zitten? Ja, hoor. Lekker in het midden. Yes, dat ik zie jullie zo binnenkomen lopen. Zo heel gezellig en lief voor oma, denk yes. ik. Yes. Is het oma? Het is oma. Het is niet moeders mooiste, hè? Oh, zo heb ik dat te hard gezegd. Oma. Nee, sorry, oma. Het is goed, oma. Dat was heel onaardig van mij. Ja, het klinkt raar, maar... In het begin dan heb je helemaal geen band met die pop. En naarmate je bezig gaat, dan krijgt het een soort van body. Het gaat ineens leven. En het is heel gek met poppenspel. Soms verrast de pop jou. Wat heb jij met poppen? Mijn zus, natuurlijk, ja, natuurlijk altijd poppen. En Barbies en zo dan. Barbies en zo. Als zij altijd naar school ging, dan ging ik al... allemaal scènes maken. En die liep ik naar haar kamer. En dan greep ik al die Barbie-poppen. En daar ging ik dan altijd gewoon mee spelen. En dan ging ik ze op precies dezelfde plek weer terugleggen... in de hoop dat ze het niet zo dat ze het niet door had. Dus voor een jong jongetje is dat toch best wel apart... die met de poppen van zijn zus speelt. Dan zouden bij de meeste mensen zouden de bellen gaan rinkelen. Van, nee. die, hè? Natuurlijk was het wel met oorlog en een Ken moest dan Barbie gaan redden... en dat soort dingen.